Flinke pech voor groepen reizigers op Eindhoven Airport. Omdat de piloten van Transavia maandagochtend staakten, misten reizigers hun vlucht en kampten ze met flinke vertragingen. Wat was uw plan vandaag? Om naar Malaga te vliegen. Voor het werk, maar dat gaat niet door. Dus we waren hier vanmorgen om 5 uur. En we hebben nu een taxi kunnen boeken en de vlucht om kunnen boeken naar Wezen. Dan vliegen we vanaf 3 uur, dus we komen een beetje verlaat aan. Ik zat eigenlijk op de vlucht naar Barcelona. Die is 1,5 uur vertraagd. En daarom mis ik mijn overstap en naar Colombia toe. Het hele programma moet omgegooid worden. Het programma stond gepland vanaf 1 uur vanmiddag. En we komen nu pas om 7 uur aan, dus dan gaan we toch weer tijd verloren. Vluchten werden dus geschrapt of verplaatst naar de middag. De piloten leggen het werk neer omdat ze meer loon eisen en willen vliegen op meer regelmatige tijden. De reizigers hebben weinig begrip voor de staking. Ik heb nu voornamelijk de reizigers die mee, die last minute ook niks meer konden regelen. Want gisteren vanuit Transavia, ik wist ook niet wat er aan de hand was. En ik heb de hele dag, de hele avond alles zitten verversen op zoek naar meer informatie en daar was gewoon niks te vinden. Dus vannacht om 12 uur wist ik eindelijk wat ik moest doen of we überhaupt hierheen moesten komen. Ik vind sowieso een staking wel heel erg... Het laatste redmiddel en zeker nu in de krokusvakantie. Ja, dat vind ik echt sneu voor die gezinnen met kindjes en alles. Ook Transavia heeft weinig begrip voor de stakingsactie. De vliegmaatschappij zegt afgelopen weekend 2 keer een bod te hebben gedaan richting de piloten, maar zonder succes. Het bedrijf vindt dat de reizigers nu onnodig de dupe zijn geworden.